waves, let them crash down on me. And you showed me the way, the best things. Oh, zo lief. En daar zo'n kleine belhamel die er net een keer moest gaan. En waarom weet ik nou nog niet? Hé? En ook zit er naast mij één. En die gaan we voorbij. Dat is onze Erwin. Ik ga nog een bak koffie doen en ik ga een broodje doen. Want ik voel me zo gammel als ik weet niet wat. Ook moet ik zeggen, er wordt ergens, somewhere. Het kan hiernaast zijn, het kan daarnaast zijn. Ik weet het niet, maar er wordt ergens, zo nu en dan, geboord. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Hé? En dat is een lekkere lief beestje daar. Oh, zo lief. En daar zo'n kleine belhamel die er net een keer moest gaan. En waarom weet ik nou nog niet? Hé? En ook zit er naast mij één. En die gaan we voorbij. Dat is onze Erwin. En ik ben met koffie bezig. Want daar hebben wij wel zin in. Ja. Echt waar. Maar oké, ja, ik zou zeggen, ja, dan moet ik wel die camera nog weer eerst even nog omdraaien, want dat wil zo niet. Zo. Zo, ja toch? Ja. Maar het komt allemaal goed. Want ja, ik hoop het tenminste dat het goed komt. Want ik heb natuurlijk vanzelf wel weer hoofdpijn. En ik ben er eigenlijk misselijk van. Kun je nagaan. Maar ik heb ook een rotnacht gehad. Want ik heb maar ongeveer een uurtje geslapen. Toen werd ik wakker omdat ik last van mijn maag had. Ken je dat? En toen heb ik het nog licht zien worden. Ja. Nou, niet leuk meer. Dan val je in een diepe slaap. Terwijl je er vroeg bij tijd eruit moet. Omdat Erwin komt. Ja, en dan... ik schoot om 11:45 schoot ik over. En ik dacht, oh mijn god, ik moet eruit. Dus ja, al met al moeten de meisjes er ook dus nog uit. Maar die zijn al wel weer buiten geweest. Ja, en vanochtend vroeg ook hoor. Ja. Dat wel, gelukkig wel. Maar ja, we waren ook gisteravond, heb ik ze ook mooi op tijd eruit gelaten, dus ja. Helemaal goed. En als ik me eigenlijk al goed voel, dan ga ik vanavond weer lopen en anders blijf ik vanavond weer lekker thuis. Maar voor nu zeg ik, lieve vrienden, geniet van je dag. Doe het met een lach, proberen wij ook gewoon weer te doen. En ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, ja, Erwin die is net de deur weer uit. Ik ga nog een bak koffie doen en ik ga een broodje doen, want ik voel me zo gammel als ik weet niet wat. Ook moet ik zeggen, er wordt ergens, somewhere, het kan hiernaast zijn, het kan daarnaast zijn, ik weet het niet, maar er wordt ergens, zo nu en dan, geboord. Niet leuk meer en ook niet bevorderlijk voor als men hoofdpijn heeft, nee. Maar in ieder geval, als ik mijn koffie op heb en mijn broodje op heb, ga ik de meisjes uitlaten. Want, ja, het is sukkelijker weer. Het is niet koud, zover ik weet. Het waait wel natuurlijk een beetje. Maar ja, het is ook oktober, maar het is wel zacht weer. Dus ik ga even met de meisjes genieten. Lekker naar buiten. En dan zien we het wel weer. En zien ik wat leuks. Ja, daar heb ik mijn mobiel sowieso bij me. Ja, toch? En ik betrapte me vannacht dat ik weer wakker was geworden. Van, hé, ik had jullie gisteren niet eens niet mee. Ja, mijn mobiel die heb ik sowieso mee. Maar ik had met de KWF had ik ook deze camera mee. Maar ja, toen zag ik nog leuke dingen af en toe. En nou niet. Maar ja, het wordt ook voor de mensen kouder. Dus ik blijf ook meer in huis. Dus ja, dat dus.
Maar oké, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie dag. Ga ik ook weer verder doen. En het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed. Tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer even bij elkaar. Rijke, die zit te eten. Dat is een hamster. Net een hamster. Die hamstert brokken in de bekkie. En dan neemt ze mee naar de bank. En daar eet ze het weer op. Dan loopt ze er meestal weer heen als ze nog zin in wat heeft. En dan doet ze hetzelfde ritueeltje weer. Ja, of als ze weggaan. Ja, als ze gaan lopen. Zoals daarnet gingen we lopen. Nou, we gaan eerst naar de keuken toe. Terwijl ik met mezelf bezig ben mijn geentuig. En dan vliegt zij naar de bak. Eten. Neemt ze mee naar de bank. Kijkt ze naar mij of ik al klaar ben. Nee, ben ik nog niet klaar. Dan is weer een stuif naar die bak. En dan neemt ze het weer mee naar de bank. En dan kan ik haar ook intuigen. Ja, zo gaat het hier. Wel leuk. Maar in ieder geval, ik heb ze dus al uitgelaten. Dat begrijpen jullie denk ik nou wel. Ik heb een vlog in elkaar gezet. Die moet ik enkel nog inplannen op YouTube. En dan ga ik heel eventjes nog op Facebook sneupen. En daarna gaan we naar bed. Tenminste, ik heb nog een broodje en een glas water staan. En daarna gaan we naar bedje toe, want ik ben het zat. Ja. Ik heb de televisie ook nog aan, maar die wil ik nog eerst even overzetten. Want ik vind hier helemaal niks aan, maar dat doet er niet toe. Dus ja, ik kom nou lekker even bij jullie langswip om te zeggen van welterusten, slaap lekker. En uiteraard morgen allemaal weer gezond opstaan. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Maar ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.